In deze video leer ik je hoe je 5 voor 12 van Snelle op gitaar speelt. En zo gaat die klinken. 5 voor 12, oh ik hoop dat ik het nog heb. Om niet te laat, er wordt een volgens moment. Als ik nu op oh dan strijk ik alles weer aan. 5 voor 12, kan de beste overkomen. Mijn naam is Gijs Verstegen, ontwikkelaar van de online gitaarmethode gijsmusicacademy.nl. En daarnaast upload ik regelmatig Nederlandstalige gitaartutorials op dit kanaal van zowel Engelstalige of Nederlandstalige songs. En dat varieert van riffs tot akkoorden tot fingerpicking. Dus als je op de hoogte wilt blijven, vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Om dit nummer mee te spelen, zet je je capo op het derde vakje neer. En het nummer bestaat uit 4 akkoorden. Het A-mineur-akkoord, het C-akkoord, het E-mineur-akkoord en het D-akkoord. En dan beginnen we even bij het couplet, want dat is eigenlijk vrij simpel. Daar sla je namelijk alles maar 1 keer in de 2 tellen aan. Dus je krijgt het A-mineur-akkoord die 2 tellen duurt, daarna het C-akkoord die 2 tellen duurt, dan het E-mineur-akkoord die 2 tellen duurt en daarna het D-akkoord die 2 tellen duurt. Dan krijg je 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 opnieuw. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dan gaan we naar het refrein en het refrein heeft weer dezelfde akkoorden, maar die heeft een wat lastiger slagje. En dat slagje gaat namelijk zo. Down, up, down, up, down. Dus ook weer dezelfde akkoorden, maar je speelt een down en een up. Dus krijg je down, up en down, up en down, up. Down, up herhaal. Down, up, down, up, down, up, down, up. Dit speel je 3 keer in totaal achter elkaar. Dus krijg je 5 voor 12, et cetera. Te laat. Dit overwaait, strijk het alles weer recht. En dan krijg je weer 5 voor 12, het kan de beste overkomen. En dan speel je het C-akkoord. 5 voor 12, het kan de beste overkomen. En dan ga je naar het D-akkoord. Dus het C-akkoord laat je 4 tellen klinken. 1, 2, 3, 4. Daarna het D-akkoord 4 tellen. 1, 2, 3, 4. Het hele refrein klinkt dus zo. 1, 2, 3, 4. 4. Tweede keer nu. Gaan we naar de derde herhaling. Gaan we naar het C-akkoord 4 tellen. 1, 2, 3, D-akkoord. En 2, 3, 4. En bij het intro en het narefrein wordt het slagje wat lastiger, omdat dit slagje wat ritmischer is. En die gaat zo klinken. En het slagje begint al voor de eerste tel en dat doe je met een upstroke. Dus krijg je 1, 2, 3, 4. En dan krijg je hem al. En dan krijg je up, up, down. Up, up, down. Up, up, down. En daartussenin zit nog een pull-off. Namelijk, je haalt je vingers van de snaren af. Dus krijg je up, up, pull. Down, up, up, pull, down. Dus up, up, pull, down. En daarna krijg je het C-akkoord. 2 keer. 1, 2. Dus krijg je dit. Nog een keer. En daarna krijg je het E-mineur-akkoord met hetzelfde ritme als het A-mineur-akkoord. Ook met de pull-off.
Dus krijg je. En dan krijg je het D-akkoord wat eerder getimed dan dat je het C-akkoord. Hij is voorgetrokken voor de maatstreep. En dat klinkt zo. Nog een keer. Dus langzaam klinkt hij zo. 3, 4. Nog een keer. En dit speel je dus bij het intro en bij het narefrein. Nu kun je hem als goed is helemaal meespelen. Via de link in de beschrijving kun je de songtekst downloaden met daarboven de akkoorden, zodat je ook daadwerkelijk Spotify aan kunt zetten en gewoon lekker mee kunt spelen of gewoon jezelf begeleiden als je zingt. Veel plezier ermee en als je er iets aan hebt gehad, vergeet je dan niet te abonneren op mijn kanaal, deze video te liken en een reactie achter te laten. Tot in de volgende video!